Koeien op de Oosterkade, als scheepsvracht aangevoerd van de Zuid-Hollandse eilanden en op weg naar de wekelijkse Rotterdamse veemarkt. Die veemarkt was van 1867 tot 1974 gevestigd op een terrein aan de Goudse Rijweg en de Hugo de Grootstraat. Het grootste deel van het aangevoerde vee was bestemd voor consumptie en ging na verkoop direct naar het nabijgelegen openbaar slachthuis aan de Boezemstraat. Binnen de veehandel waren er aardig wat handelaren van Joodse afkomst die de markten afreisden. Daarom waren er in de omgeving van een veemarkt ook speciale logementen waar kosher gegeten kon worden. En voor de lekkerbekken was er een visvrouw met een emmertje haring. Voor de school voor openbaar lager onderwijs is een vak vrijgehouden waar de rij- en trekpaarden door de verkopers aan de hand getoond werden. Zo konden de kopers de paarden beoordelen. Maandags werden er varkens en schapen verhandeld en dinsdags waren de koeien en de paarden aan de beurt. De belangrijkste dag was de jaarlijkse paasveetentoonstelling. Daar konden de eigenaren prijzen winnen, zoals bijvoorbeeld medailles, die onder andere uitgeloofd werden door prinses Juliana en het gemeentebestuur. Behalve de belangstellingen uit de agrarische kring kwamen op zo'n dag ook burgemeester Oud en de voorzitter van de Kamer van Koophandel een kijkje nemen. In het kader van de stadsvernieuwing werd in 1970 besloten om het veemarktterrein te bestemmen voor woningbouw. Daarvoor is de veemarkt in januari 1974 gesloten.